Nee, kijk, weet je wat het is? Natuurlijk wilt u appelstrouws. Iedereen wil appelstrouws, daarom is die ook wat duurder. Ja, toch? Ik was manager van cabaretiers en comedians, maar ja, het ligt nu helemaal stil. Daar heb je echt geen ruk aan, verdien je niks mee. Ja, de witte jas zit er standaard bij. Ja, dat is een mooi plaatje, ja. Dus ik ben gaan denken, wat is er wel hot? Virologen. Dus nu heb ik het eerste virologen boekingskantoor van Nederland. Viral bookings. Let's go viral. Had je die? Ja, goed. Ja. Nou ja, alle grote namen zitten bij ons. Ik heb Ab Osterhaus, Marion Koopmans, Roel Coutinho, want die praten ook onderling. Van, je moet eens met Tex en Bakkie gaan drinken, dat is slim. Jaap van Dissel heb ik zelf gebeld. Ik zeg, Jaap, wat krijg je nou voor die tv-optredens? Wat denk je dat hij zegt? Niks. Ik zeg, niks. 7 miljoen kijkers, dat gaan wij voor jou fixen. Nu krijgt hij 8000 per persconferentie. En ik 9. Ja. Maar dat zijn niet allemaal virologen, toch? Er is zoveel vraag. Hè? Ik heb 30 virologen en 10 zijn denk ik echt virologen. De rest ziet er gewoon slim of leuk uit. Ilja Gort, die is finoloog. Maar ze boeken hem. Ja. En die kende Ab Osterhaus ook van een wijnclub, geloof ik. Ja. Echt. Het is gewoon de tijd. Weet je, mensen willen niet lachen. Ze willen bang gemaakt worden over ziektes. Oh, sorry. Tex. Ja, Peter, rustig, je moet me niet meer bellen, dat weet je. Alle optredens zijn afgezegd. De buffer is opgedroogd. Dat is even corona, dat is jammer, maar dan moet je mij niet meer mee lastigvallen. Oké. Nee, Tex, luister nou. Jij moet optredens voor mij regelen. Ja, maar zolang jij niet weet waar R0 voor staat, kan ik jou niet wegzetten. Heel simpel. R0, weet je het al? Nee, dat dacht ik al. Hé, ik moet hangen, want ik ga een tunnel in. Toe kijk. Nee, jij gaat helemaal geen tunnel in. Ik weet dat je gewoon aan je bureau zit. Dit is de hele dag door. Het is echt. Tex, ik zie je vingers nog. Cabaretiers, jongen, needy. De merchandise is binnen uit China, 2 weken geleden besteld. Let's go viral. T-shirtje, de eerste. Die is voor jou. Hier, kijk even. Mokje. Oh ja, voor de kleintjes. Slap Osterhaus. Jaap van Dissel condooms. Virusvrij knallen. Ja, dit is wat de mensen willen. Ze willen virologen. Het enige nadeel van die virologen is dat ze genuanceerd zijn. Hè? Dat is dat academische of zo, denk ik. Dus ik geef ze ook talkshow training. Even lekker opzwepen. Meneer Pop, viroloog, hoe doet Jaap van Dissel het? Nou, Jaap van Dissel die werkt gewoon met de gegevens die hij heeft. En hij heeft niet 100% zekerheid. Dus het is een beetje laveren op dit moment. Nee. Ik ga je onderbreken. Merk je, dit saai, hè? Dit saai, ik haak af. Nogmaals, formule, meer paniek, meer kijkers. Ja. Geef nog eens antwoord en begin nu met de woorden... Jaap van Dissel is knettergek. En dan lekker vrij associëren. Oké. Jaap van Dissel is knettergek. Ja. Echt knettergek, hè? Volgens mij is hij op missie om heel Nederland uit te roeien. Ja, lekker. Hè? Lekker. Die kapitein Iglo. Ja. Die kleine dikke kabouter. Ja. Ik hoop die zelf corona krijgt. Ja, dat was te. Merk je? Nu wens je hem dood, ja, soort laatste, van. Nu wens je hem dood, maar dit is wel die felheid waar ik het over had. Heel goed, heel goed. Volgende. Meneer Van Amstel, is het ergste coronagevaar nu geweken? Of niet? Dat zou heel goed kunnen. Nee. Ik leg het net uit, kom op. Ergste nee, ik voorspel een tweede golf. Yes, blijf komen, ja. En een derde golf. Heel goed, ja. En een vierde golf. Blijf komen. En een vijfde golf. Ja, dit is hem. We gaan allemaal kapot. Yes, ja, lekker. Stella, Kees is klaar voor op 1 vanavond. Ja, heel goed, Kees.